Goedemiddag, het is vandaag donderdag. Dus welkom weer bij een nieuwe weekvlog. En ik ben weer aan het werk. Ik zit hier in de Common Kitchen. En ik ga, denk ik, vanavond naar Pietjes. Ik heb verder niet heel veel andere plannen deze week of dit weekend nog. We hebben misschien zaterdag een day party, maar in ieder geval vrijdag denk ik niet. En dus ik ga vanavond en daar heb ik ook wel zin in. De tractor zit er bijna op. En dan moet ik me al klaarmaken en eten. En dan pak ik de metro richting Fairfax. Ik ben onderweg naar de metro. En ik was de hele dag nog niet buiten geweest. En ik wist dat het vandaag wel lekker weer was geweest. Het was vannacht 20 graden. Echt zonder dat ik de hele dag binnen heb gezeten. Maar ik moest werken. Maar het is nu dus nog gewoon 17 graden. En het is echt ziek weer. Het voelt echt zo. Het is heel, zeg maar, nou niet warm. Het is gewoon heel zacht weer. Ik heb echt letterlijk mijn zomerjasje aan. Want dat is gewoon. Je kan ook zeg maar makkelijk verstoppen omdat ik alleen maar lange winterjas heb. Maar eigenlijk had ik zonder gekund, denk ik. Ja, ik had wel zonder gekund. Maar dit vind ik dan net wel iets chiller, maar ook wel met een beter gemoed. Ook in je jasje hebt. Maar het is zo echt. Het voelt zo goed dat het gewoon februari is. En dan nog 17 graden 's avonds. Echt heerlijk. Terwijl het echt. Volgens mij zondag houdt het weer echt ziek koud. Dacht ik. Echt 5 graden. Het is echt zo. Het gaat echt op in hier. Het kan de ene dag zoals nu 17 graden zijn. En morgen kan het letterlijk vriezen. Een paar dagen even kijken. Ja, vorige week woensdag was het nog echt min nog wat. En nu alweer plus 20. Dit weer hier, ik snap er soms niks van. Maar ik ben heel blij met dit weer. En het ziet eruit dat de komende dagen nog steeds wel tussen de 15 en 20 graden blijft. Alleen zondag dus wat kouder. Maar voor de rest de week daarna zeg maar gewoon tussen de 15 en 20 graden. Dus dat is helemaal top. En verder ga ik zo nog weg. Middag bedoel ik. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag en mijn werkdag zit er bijna op. Ik heb vandaag even met huis gewerkt en nee, het was weer een chille werkdag. Ik ben gisteren naar Pietjes geweest, wat leuk was. Het was echt gezellig. Eerst was ik naar Lucia gegaan, hadden we samen pruning staan, waren we naar de rest gegaan, die waren in de lobby. En toen met z'n allen naar Pietjes en dat was echt een super leuke avond. Het was heel gezellig en toen had ik de Uber teruggepakt in mijn eentje. Kwart over 12, want om 12 uur ging het licht al aan. En om kwart over 12 dacht ik, ik ga nu even kijken hoe de Uber is. Toen was het best wel prima prijs. Ik wilde bestoken meteen, want het gaat niet heel veel leuker. Zeg maar op het moment dat de lichten aangaan, gaan langzaam iedereen naar huis. En meestal zijn erbij als internationals de laatste die er dan echt uitgekikt worden. Omdat de Amerikanen gewoon automatisch naar huis gaan. Dus ik dacht, weet je, ik bestel nu vast Uber voordat heel veel mensen een Uber bestellen en dat het veel duurder gaat worden. En toen was ik inderdaad thuis, of lag ik in bed, zoiets. En nee, het was leuk. En vanavond ga ik denk ik dit zo. Ik kan wel inkomsten uit in DC, maar ik weet niet of ik zin heb. Ik ga morgen ook al, dus ik denk dat ik vanavond even stop en gewoon even op tijd ga slapen. Of ga chillen in ieder geval. Want de afgelopen week was echt best wel, nou niet heftig, maar meer van maandag. De hele dag werk van het huis. Dan even snel eten en naar hockey en dan ben ik om 11 uur thuis. Dan dinsdag de hele dag naar kantoor en dan sporten en dan ben ik niet laat thuis. Maar dan voordat ik gegeten heb is het ook alweer 9 uur. Dan heb ik woensdag de hele dag kantoor, daarna door naar hockey ben ik weer om 11 uur thuis. Gisteren de hele dag thuis werken, even snel eten klaarmaken en dan naar Fairfax en PJ's en dan was ik 1 uur thuis. Dus ik denk dat ik vanavond gewoon even chill thuis blijf. En dan morgen weer zien we wat ik wat ga doen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik heb gisteravond niet heel veel gedaan. Dus ik was vanochtend best wel vroeg wakker. En ik heb net een tijdje gefeest bij mijn oma. Dat was leuk en ik ga nu de boodschappen doen.
En ik wil vandaag ook nog even shoppen, denk ik. Maar ik zal nu even, want ik heb er nu erg in, de roomtour geven. Dit is mijn kamer. Hier sta ik nu even in de hoek. Hier heb ik mijn tweepersoonsbed. Heel chill. En heb ik daar heb ik wat van decoratie wat ik besteld had. Met fotolijstjes en foto's. En heb ik hier mijn kapstok met mijn kast. En ik zal even kijken. Die hangt helemaal over. Wacht even. Helemaal vol. Oh, het gaat lekker. Hier die hangt vol met kleding. En dan heb ik hier nog in de la allemaal kleding. Mijn topjes en zo. En hier mijn sportkleding. En hieronder heb ik al mijn schoenen. En hier heb ik eigenlijk ja, heb ik zo'n lange spiegel gekocht. Want het vind ik chill dat ik zo'n outfit kan zien. En hier nog wat andere, zoals make-up en een bakje met al mijn haardingen en oorbellen. En dan gaan we even hier naartoe kijken of er iemand is. Ik zit zeg maar in de hoekkamer. Ja, dan heb ik hier de woonkamer met tv. En dan is hier de keuken met een zithoekje. En eigenlijk niemand van mijn roommates komt daar ooit. En dan heb ik hier nog 3 andere kamers waar mensen zitten. En dan heb je hier mijn badkamer. En dan krijg je gewoon een chille douche. En dan heb ik hier al mijn spullen staan. En een chille spiegel, die is ook lekker groot. En dat is eigenlijk een beetje de roomtour, want hier heb je gewoon... Ik zal even vanaf hier doen. Kijk, hier kom ik dus binnen. En dan heb je hier dus die kamers. En dan hier mijn badkamer. Lamp uit. En dan hier dus de woonkamer met keuken. En dan zit ik in deze hoekkamer. En dit is dus mijn kamer. En het is chill, want hier heb ik dus ook nog een raam. Maar die heb ik meestal dus gewoon dicht. Omdat ik geen zin om het continu open en dicht te doen. Aangezien dit al genoeg licht brengt. En in de winter was het ook niet nodig. Misschien dat in de lente doe. Maar dit is mijn roomtour. Ik loop nu naar de shoppingmall. Want ik ga even shoppen. Ik had er zin in, dus ik dacht waarom niet. En ik heb een spaarroodje meegenomen. En ik ga zo, de shoppingmall waar ik naartoe loop. Er zitten niet heel veel leuke winkels. De Zara zit er, maar die is echt mega duur. En verder zit de Forever 21 daar. En in Nederland vond ik dat nooit zo heel, ja, vroeger wel. Maar daarna, op het einde vond ik het niet meer leuk. Maar hier is die best wel leuk. In ieder geval de laatste keer dat ik er naartoe ben geweest. Dat was een paar maanden geleden. Toen was hij dus best wel leuk. Dat was best wel leuke dingen. Dus ik hoop dat ze hier ook wat leuke dingen hebben. Want ik wil even kijken of ik nog wat uitgaansstopjes kan fixen. Want ik draag nu telkens een beetje dezelfde topjes. Ik ben een beetje door. Als in, ik ben, andere mensen zullen het vast niet doorhebben dat ik hetzelfde topje had eigenlijk. Maar meer van voor mezelf of zo. Ik weet niet. Dus ik ga even kijken of ze wat leuks hebben. En even chill lopen. Het is mooi weer. Niet heel warm, maar wel mooi weer. De zon schijnt en het is strak blauw licht. Zie je dat goed? Dus ja, daar ga ik nu even naartoe lopen. Ik ben er in de Forever 21, maar het valt een beetje tegen wat ze er hebben. Ik heb eerst een topje. Ik vind het mooi. Ik vind het niet. Nee, ik denk niet dat ik het. Shoppen viel een beetje tegen. Ik had wat, nou niet outfits in gedachten, maar ik wilde gewoon wat uitgaansstopjes. En ik had er in een broek te kijken, maar bij de Forever 21 was echt helemaal niks. Dus daar ben ik, heb ik alleen even gepast, maar niks gevonden. En toen dacht ik, nou dan ga ik nog even naar de Zara, daar heb je altijd wel leuke dingen. Maar zelfs daar was er helemaal niks. Ik had een paar broeken. Ik had sowieso 0 topjes daar gevonden die wat ik wilde. Wat ik in gedachten had. En de broeken had ik een paar gepast. Maar ze zaten gewoon niet mooi. Of ze waren echt mega kort. Zeg maar voor me dat ze enkel lengte zaten. Dat zag er echt niet uit.
Dus dat was hem ook niet. En dan heb ik even snel geluncht en nu loop ik naar de Target toe, even boodschap halen. Goedemorgen, of middag al. Het is vandaag zondag. En mijn haar zit echt super wild, want ik heb net een knot ingehad. Nou ja, zeg maar, toen mijn haar nog een beetje nat was, heb ik een knot ingedaan. Dus het is nu een soort van rare krul zit erin. Maar niet een hele bijzondere dag. Ik ben nu bezig met de was. Wat moest ze doen? Ik heb brood gebakken weer. Weet je, gewoon een typische zondag. Brood gebakken, was gedaan. En gisteren was ik naar Fairfax weer geweest. Naar de Flats. Met, we hadden een feestje bij Nina. Weer tot gezellig. Zo, ik zie er echt moe uit. Ben ook moe. En vanavond is Super Bowl. Ik weet nog niet of ik wat ga doen, want kijk, ik weet niet of je het ziet. Het weer ziet er niet goed uit. Het regent echt letterlijk al de hele dag. En ja, er is wel een soort van watch party op de 5e verdieping hier. Misschien dat ik daar even ga kijken. Maar ik ken daar dus niemand, dus dat is een beetje, ik weet niet. Maar ja, ik kijk zo even of ik er zin in heb. Lijkt me wel leuk om eventjes langs te gaan te kijken. Goedemiddag, het is vandaag maandag en ik ben weer aan het werk. En ik ben nu even aan het lunchen, ik heb nu even lunchpauze. Verder niet een hele bijzondere dag naartoe. Maar gisteren heb ik de Super Bowl gekeken in mijn gebouw. Er was een soort van een kleine watch party met wat mensen die zijn om te komen. Dus dat was gezellig. Ook leuk om eindelijk keer wat mensen uit mijn gebouw te ontmoeten. Wel wat leuke mensen ontmoet, dus dat is chill. Het was de Chiefs tegen de Eagles en ik was eigenlijk, ik had niet een hele sterke voorkeur, maar als ik dan moest kiezen was ik voor de Eagles en zij verloren helaas. Maar echt op het laatste moment, het was wel echt een spannende wedstrijd. En Rihanna als halftime show, dat was ook leuk. Dus nee, ik ben blij dat ik het heb gezien en ben nu lekker met werk, met huis en vanavond heb ik weer hockey, dus daar kijk ik naar uit. Ik ben weer onderweg naar hockey. En ik loop dus nu eerst naar de metro toe. En dan pak de metro naar Vienna, metrostation. En daar haalt Jess met me naar de hockeytraining. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag en ik heb mijn werkdag al weer op zitten. En ik ben nu weer in de gym. En het is best wel tijd, want we hadden weer een event waar we mee moesten live tweeten. En daarna waren we kapot. Dus toen zijn we al bij, we gaan naar huis. Er kwam iemand binnen, maar ik ben nu klaar met werk en ik ga nu gymmen. Ik heb mijn pre-workout genomen. En ik ga me even omkleden. Hoop. En dan tijd om te gaan gymmen. Ik ben weer klaar. En ik heb een uurtje in de gym gestaan, waarvan ik over uurtje cardio ga. Een half uurtje kracht, een bepaald workout schema. En ik voel de spierpijn nu al in mijn benen. Het is voor mijn benen en ik voel echt nu al de spierpijn. Dus dat gaat leuk worden. En ik heb morgen ook die training, dus een beetje balen. Maar hopelijk valt het mee. Gaan zien, ik heb goed gestretched, een cooldown gedaan. Ik hoop dat het meevalt, maar echt, ik stond net, ik weet niet of ik nog steeds wel, of ik nog steeds zit. Het valt nu mee, maar net stond ik echt zo, helemaal zo te trillen. Maar het valt niet mee, maar dat meestal komt dat gewoon door je pre-workout. Merk ik wel dat ik dat vaak heb. Of als ik koffie drink voor trainen. Dat komt gewoon door de cafeïne, denk ik. En nu ga ik even douchen. En dan lekker naar huis. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben op werk. Ik ben al om de hoek, zeg maar. Ik ben al in DC. En ik moet al even naartoe lopen. En ik heb hier hokjes voor mee, want ik heb daar namelijk een hockey. En het wordt vandaag vet mooi weer, het wordt vandaag 20 graden. Dus dat is chill, geen februari, dat is halverwege. En nu weer kantoordag, niet veel meetings dit keer, gisteren echt redelijk meetings, vandaag valt het mee.
Dus dat is chill. Dan kan ik mijn to-do-list lijstje afkrijgen. Want door die meetings lukt dat nooit. Omdat je echt maar soms zijn ze uitsluitend. Soms heb je echt een half uur ertussen of zo. Dus dat is ook net lastig met die to-do-lijstje. Maar vandaag gaat het goed komen. Mijn werkdag zit erop en ik ben nu naar de metro aan het lopen. Want ik heb Rocky training en het is echt best wel warm en het is gewoon 20 graden. Terwijl het 5 uur is, of nee, inderdaad, het zit kwart voor 5 volgens mij. Het is 20 graden. Dus ik ben ook echt veel te warm gekleed. Ik heb een trui en een dikke jas. Maar vanochtend was het 5, 6 graden volgens mij toen ik wegging van huis. Dus ik moest wel een jas aan. Want ik vond het net iets te koud om zonder jas te gaan. Maar echt zo lekker dit. De zon is wel bewolkt. Maar het is wel gewoon lekker 20 graden. Echt dat weer hier. Ik snap er soms helemaal niks van. Maar was weer een chille, productieve dag op kantoor. Dus dat voelt altijd heel, heel fijn. Dus ja. De hoekie zit hier op. En ik ben nu weer bijna thuis. Het was een chille training. Het was echt een intense training dit keer. We begonnen met conditie. Je mocht, zeg maar, ik had niet goede schoenen mee om, zeg maar, ze gingen hardlopen op de campus. En maar ik had, onder andere ik en een aantal hadden niet goede schoenen daarvoor mee. Want ze zei het pas toen ik op een mensen zei van neem goede schoenen mee. Maar ik was er ook werken, ik kom daar dan niet meer langs huis. Dus ik had gewoon helemaal hoekjes schoenen mee. En mijn normale schoenen, maar daar ga ik niet op hardlopen. En voor mijn, dat ik appelsuur zoals ik heb bij de benen, is het niet heel slim idee om heuvel op heuvel af te gaan rennen en zo. Dus ik ging met de auto, gingen wij gewoon shuttles rennen. Tot wij terugkwamen, zij gingen een rondje op campus doen. Dus wij hebben shuttles gerend. En nu doet het nog mijn botvis wat zeker bij, dus toen had ik mij gezicht, maar maakt niet uit. En wat wilde ik verder nog zeggen? Ja, daarna hebben we een oefening gedaan. En daarna nog 3v2's gedaan. En een scrimmage. Zeg maar een onderling, zo'n klein wedstrijdje. Zo'n eipartijtje, in het Nederlands. Een scrimmage onder elkaar. En die hebben we helaas verloren. Dus we moeten volgende week gaan suicide rennen. En dan moeten wij een extra suicide rennen. Dus dat is een beetje balen. Maar ja, goed voor de conditie. En ik loop nu naar huis. En dan ga ik lekker douchen en slapen. Oh ja, dit wil ik nog even zeggen. Het is echt grappig hoe je als, zeg maar, ondanks het gewoon clubsport is. Het is het soort van toch heb je, word je gezien als een atleet. En ik weet niet, Amerikanen gaan daar helemaal lekker op of zo. Het is ook echt, bijvoorbeeld op werk is het van, ja, ze is ook nog een atleet. Op Mason, dit, dat, speelt hockey. En het heeft gewoon echt aanzien. Het is grappig hoe dat zo gaat. Want het helemaal niet zo heel hoog niveau is of zo. Maar het is wel een soort van, die Amerikanen vinden dat echt allemaal heel interessant. Of het is iets, ik weet niet. Het heeft een soort status of zo. Ik weet niet wat het is. En dan, bijvoorbeeld dan neem ik de metro van, dat was vandaag, van werk naar Vienna. Het metrostation vlakbij de campus. En dan zat ik naast een vrouw en die sprak me echt aan van, oh, voor welke unie speel je dit, dat. En wat, nou, ze vinden het allemaal zo interessant of zo. Terwijl ik denk, het is gewoon letterlijk clubsport. En dat zeg ik dan ook, ja, het is club. En dan zitten ze van, ja, nee, dat is toch vet cool dit. Of, zo, ja, ik weet het, is gewoon grappig. En ook de mogelijkheden die je hebt, zeg maar, we hebben toegang tot allerlei faciliteiten. Omdat je dan toch een soort studentatleet bent. Wel, het is natuurlijk wel iets minder dan, zeg maar, de division. Maar alsnog, voor het niveau vind ik het best wel, heb je best wel veel toegang tot faciliteiten. Als in, we hebben een eigen fysiotherapeut waar we naartoe kunnen gaan op campus. Die komt ook altijd even kijken bij onze hockeytrainingen. Die doet zeg maar, alle sporten, alle clubsporten doet het hoor. Maar die komt, gaat altijd even langs bij de clubsport en zo. En ja, ik weet niet. Ik vind het wel bijzonder hoe dat is vergeleken met thuis. Terwijl daar gewoon het niveau hoger is. Dus dat was heel grappig. Maar dat wil ik even zeggen, want het vond ik grappig hoe dat hier zo gaat. Want het is echt letterlijk elke keer als ik vraag aan mensen, oh, voor welke unie speel je dan? En ik weet niet, ze vinden het allemaal heel bijzonder. Maar wel grappig om mee te maken. En bij deze vlog van deze week er ook weer op. Dus
Allemaal bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doeg!